En er is vandaag een wedstrijd tussen Polen en Mongolië. Mongolië die de kwalificatie is doorgekomen op wonderbaarlijke wijze. Nieuw-Guinea is vanwege omkoopschandaal is uitgesloten uit van het WK, dus Mongolië mag meedoen. En Polen heeft de gebruikelijke helft staan. Lewandowski in de spits. It's the moment we've been waiting for, the opening game of the 2014 World Cup Finals. The first of the 64 McDillan matches that will find the best team on the Eland. Planet. It's been a long time in the making, Clive, but it's a pleasure to be here. And for those players, Chesney well, they're going to experience something very special indeed. And kijk jezelf maar, Blaskowski ook erin. And Polen this is Estadio Castelhau, near 65,000 capacity stadium in Fortaleza in northern Brazil. We're more than 1,600 miles from Rio here. And about 250 miles south of the equator. It's a beachside tourist paradise. Yeah, there's another stadium. Redeveloped yeah, for the World Cup, and a lovely job they made. Altuğ. This game is Henry McDillan. What about that? On the ball, niet onderscheppen. May have to fight for possession. Wat we zien, Wijczewski en Lewandowski. Hij moet toch de ploeg gaan dragen op dit toernooi. Samen met Blaskowski is hij de uitgeleken. En dit was. Ik was even zijn naam ontschoten, maar het volgende met de eerste kans van de wedstrijd. En corner. Blaskowski neemt de corner. Blaskowski. Wacinak schiet een goal op de paal. En buitenspel. Nee. Pas aan de red. Can you believe it? Kept out by the keeper. Read that well. Smart interception. Op Tunga. Zoekt de zijkanten op. Flick verdedigt heel goed. Maar knock him off the ball easily. I don't know what that was supposed to be. I think he was daydreaming there. Hij heeft alsnog een gele kaart aan Basel. Doing this referee like en een terechte gele kaart als je mij vraagt. A moment ago, there you are. Thought so. He's booked him. Yep, spot on as well, Clive. Good referee. And try and let the game continue. Lewandowski. Don't forget about that tackle because it wasn't good enough. He's so assured in the tackle, but he got that one horribly wrong. That's a yellow. Kurel Bata. Zoekt de spit al het aan Tunga. En Glik. Wat zie je nou? Sabota, de stickbal mislukt. We saw that developing, didn't he? Stop the attack at source. Gets it away. Olsvoy. Olsvoy. Zoek de achterlijn. Olsvoy zoekt de achterlijn. En nu moet de voorzet komen. En bijna de voorzet. Chance op, maybe. Knocked away by Wojciech Szczęsny. Lewandowski en Mieczewski. Met een rare lop. En er komt niks uit. Chinzorik. En de scheidsrechter geeft voordeel. Dat heeft hij heel goed gedaan. Altan Tugiak. En kan hij scoren? Nee. Altan Tugiak. Ja. Nee. Oh, op de lijn gehaald door de Orjusjach Tsjechny. Blaskowski met de counter. Blaskowski. Op Piszczek. Piszczek. Wijczewski en goed. Wijczewski. En gaat de scheids alweer een hele kaart geven. Het is een wedstrijd voor gele kaart voor Wijczewski. Now the referee's gonna have a word
about the earlier incident, more than a word, actually, it's a yellow card, Andy. Oh, the referees did the right thing, Clive. He tried to let play go on, but hey, he never forgot that initial challenge. It was a yellow card. He can score, he now knows. Lewandowski with the voorzet op Lewandowski. Oh, he pulled over that one, but the keeper managed to save it. But on the volley, couldn't hit the target, wrong foot. He could have scored there, Clive, had he been on his stronger side. Michewski. Jezewski. Lasikowski. En de Mongoolse verdediging staat heel goed te verdedigen. Challenge. Olsvoy zit nog niet in de wedstrijd vandaag. Heeft het heel wat anders voorgesteld, maar Mongolië doet het heel goed. Lewandowski. En Sveitsuren. Kruelbata. De broer van Robert Lewandowski, Patrick Lewandowski, verdedigt uit. Lasikowski. Robert Lewandowski. Hij heeft het nog niet echt laten zien in deze helft. Zevenuren. Zedenbal. En Zedenbal, kan je wel zien dat hij niet op hoog niveau speelt. En in Gdansk worden ze helemaal gek, maar daar is nog geen reden toe. Marius Lewandowski. Small piece of defending, could have been dangerous there. Michewski. Was een tackle op de bal. Lewandowski. Here's Robert Lewandowski. Lewandowski naar Sabota. Sabota doet hij het dan eindelijk? Nee hoor. Polen zit nog niet in de wedstrijd. Polen zit nog in de verdachte bij het nationaal schandaal. De premier die heeft de kinderen misbruikt. Hier is Robert Lewandowski. Gary Magnai. Wacinak. Olsvoy. Krychowiak. Krychowiak. En weer een slechte voorzet van Polen. Oltan Tunga. Sabota. Oltan Tunga. Blazikowski. Moet hij het dan doen? Nee hoor. Mongolië verdedigt heel goed. En het is rust. Het is rust in Fortaleza. Het is dan tussen Polen en Mongolië 0-0. Wij zien nu over een kwartier terug. En we gaan weer verder met de tweede helft. Altan Tunga trapt af. Polen moeten dan nu toch echt aan de bak in de tweede helft. He started the second period of his first group stage match. Cinzorg. Gary Magnai. Dan Gary Magnai. Veldhuin terug naar Cinzorg. Cinzorg, nee, hij kan het niet. Looking to win the ball back. Michewski. Lewandowski zit ook nog niet in de wedstrijd. Krychowiak. Krychowiak. Michewski. Michewski. Lewandowski stond buiten spel. Vital interception there, that was danger developing. Altan Tunga. That's great one touch football. Met een steekbal. Gadi Magnai. Wacinak verdedigt goed uit, maar en dan toch weer die fout. De eindpaas komt niet aan. Olsvoy. Lewandowski. Well read there, saw the pass quicker than the man it was meant for. Lewandowski op Lasikowski, geeft hij dan een voorzet? Nee, hij heeft veel te veel tijd nodig. Wel voordeel van de scheid. En een vrije trap voor Polen. En het is Lasikowski die mag aanleggen net buiten de 16. Nee, het wordt geen Lewandowski, het wordt Sabota. En met een hele slechte voorzet. Oh. Altijd doen, Joep. Cinzorik. Kruelbater. Naar Altan. Kruelbater. En nee hoor. Zo verrast je Chesney niet. Ze moeten met betere middelen komen, Mongolië. Michewski. Lewandowski. Ja, hij doet het dan. Ja hoor. En het is 1-0. Robert Lewandowski. En het is goed uitgespeeld van Polen. Het is Robert Lewandowski met de 1-0. Eindelijk. En
en defensive Poland worden helemaal gek. Maar ja, 1-0 tegen Mongolië op dit tijdstip. Dat, ja, we gaan verder. En Mongolië gaat defensiever voetballen. Kuro Bartar. Otan Tunga. Wijewski naar Lewandowski. Lewandowski. Nee hoor. Good defending that, aligned to the possibilities. Een slechte drop van Mongolië naar Chesney. Chesney gaat aan de wahal. Chesney gaat nu altijd trekken. Wat is dit? Dit is nog nooit vertoond. Gaat nu altijd trekken in de 70ste minuut. Ik zou zeggen, ga er gewoon lekker door van bal. Bazan, maar met een lange pas naar Olsgooi. Jari Magnai. En geeft hij de voorzet? Nee hoor, hij heeft veel te veel tijd nodig. Sobota loopt op, speelt door naar Wijewski. Lewandowski nog steeds aan de bal. Aardig. Gadi Magnai, Mongolië. Heeft toch ook weer de bal niet aan vast. Lewandowski, zijn broer Patrick. Jezinaf, Altan Tunja, Tienzorg. Naar Altan Tunja. En hij doet op zijn dode makje. Buitenspel. Dat is slecht uitgespeeld van Mongolië. Mongolië heeft nog iets meer dan 10 minuten om toch nog aan een stunt te zorgen. Ja, Cicic. En hij levert zomaar de bal in. Mongolië verdient de gelijkmaker, maar het zit er nog op dit moment nog niet in. Lewandowski, gaat hij dan alleen? Lewandowski met de kans op 2-0. Nee hoor, de keeper redt uitstekend. Lasikowski met de corner. En Mongolië deed heel simpel uit. En daar komt een gele kaart aan. Een gele kaart voor Polen. En het is Wojciechinak. En daar komt hij heel goed weg. Bazan op Tienzorg. Gadi Magnai is geblesseerd. Donorovin. Kuro Bartar. Altan Tunjak. Kan hij die voorzet geven, die oh zo belangrijke voorzet. Oh, wat slecht uitgespeeld van Altan Tunjak. Enkele ruimte. En er komen 2 minuten extra tijd bij. Gadi Magnai. Buitenspel voor Altan Tunjak. Klik. Oh, wat een slechte bal. Maar hij komt toch aan. En het is afgelopen. Polen met hakken wind, met hakken over de sloot. Met 1-0 van Mongolië. Robert Lewandowski heeft gescoord. En dit was het voor vandaag. Tot de volgende keer. En we gaan nu over op groep E. Daar gaan Nederland nu eigenlijk van start. De pleinen in Nederland zitten helemaal vol. Hé? Even klaar, alles staat al aan. We gaan op naar Brazilia. Daar gaat Nederland nu eigenlijk beginnen en we zitten er allemaal klaar voor. Jack van Gelder zit al met Wesley Sneijder op zijn schoot naar de wedstrijd. Waarschijnlijk. En we hebben de trainingen bekeken van de afgelopen week. Nederland ziet het er wel goed uit. Ze zijn allemaal in vorm. Maar de Engelsen ook. Ja, het zijn de twee grote favorieten in deze groep natuurlijk. Maar we hebben het al meer wedstrijden zien. Zo bij Niger, die van Chili ook gelijk kunnen spelen. En, ja, Mongolië gisteren had ook nog net 1-0 verloren. Scheidsrechter Jean-Claude Dantiet uit Haiti fluit dan Nederland. En we gaan live over naar Peter de Nabel en die andere klootzak. Hallo, mooie wedstrijd. Stroopman is op pasteld, gelukkig. En Sneijder is ook een bloed voor. We zijn benieuwd. Hollanders. Hoe we het gaan brengen. Rooney. Rooney gelijk op. Oh, wat heeft is hij nog gedaan. Dat was wel heel snel. En vriend zit wel een beetje lang. Lens, Trotman. Kom niet voorbij dat Kjelka. Eens.
Robben wordt verband gekoppeld. Sturridge is nou weg. Sturridge is in die. Misschien kan hem niet bijhouden naar de paal. Als dit gebouw hebben ze nog niet. We moeten met z'n allen nu op een grote plein en achter me staan. Het gaat niet goed. Dat ik van de Welbeck voordeelregel wel tipje mee. Gebruik de koppen. Ja, goede redding van Michel Vorm. De twee maal toe. Dat is vrij daar. Mens. Heel draait, kort draaien. Blind aan de weg naar de kaart. Mens. Ziggy Les. Pas op, wat is op een manier gebeurd, nee. Voorzet, Persie 1-0 mee. Nou ja. 1-0 voor Engelsdal en de hele trappen gaan uit naar zijn vriendin Koesra, want die heeft pas een zwarte band toegehaald. En kijk eens hier, de grote Matthijs is helemaal gek. 1-0 tegen Engeland. Een ook scenario voor Louis van Gaal om te zijn. Nederland hoop met een goede start weet, maar we gingen vooral tegen Engeland. Wat dan maar een ik wat er ook wel leuk in hier. Wat zien we? Ja, je zou toch te slim op, Jack Bielka. Die oertoeter! Ja, zit hier nog eventjes op zichzelf, maar ik vond dat ik het wel erin was moet willen. Lens, brutaal Lens, doe het 2-0! 1-0, met 28 minuten je. En er was zoveel kritiek vooraf Nederlands elftal, maar waar je het op het zoek neergezet. De Engelsen hier. Maar ik vloek met bier uit de bakkers. Maar we staan 2-0 voor. En ik heb net beeld dat ik met Studio Bills gezien dat Chappelle daar al helemaal gepeld heeft over een shirt van een leidschap. In Engeland is dan nu toch echt die 10 minuten wel de berichtende partij, maar nu helemaal de kluts kwijt. Louis van Gaal had het al over in deze wedstrijd. Vroeg heen traineren. Wat op het werken tegen de Engelsen. We zien het, het werkt. Het is Indy en Oxley Chamberlain ondertussen. Oxley, dat is simpel voorbij. En nu, nee! Mies, op het. Onze Martin Berg 2010 doen. Zal eens te doen in Loeper. Wat een ring van Michel. Uit de groep zoemer ik hem hier, Sturridge, kopbal, redding van de lijn. En we worden gewoon weer gered. Het is een wonder. Het wonder van Brasilia. Dit is nu de weer, nee. Engeland heeft gewoon weg. En hij heeft het eigenlijk altijd op elkaar. En wij nu gewoon met een bal hoe dat ons zo krom zijn als kromme vegers van PTR. Hier een kopbal, bijna een dead pakker. Er is geen bij het spel, dat kan ze. En bal, nee. Nederland trek, Nederland voetbalt goed. We gaan weer doen om 2K denk ik zomaar. Jammer, Daryl, ja, 3-0. Daryl de Janmaat. En dan gewoon met 3 naar voren in de rust. Engeland nog een spullen pakken. Hier live een beelden van nu. Deze meneer is raar voor 5 uur bocht. Dan zou ik nu niks maken, want er staan 3 man achter. Voor onze oranje.
Italië toch wel goed. Hij zou dat nu, het is gebeurd gewoon weer in Michel Vorm, in Vorm. Oh, 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 oh. Engeland heeft pech, en Nederland heeft, speelde ook goed, maar dat type is weer geluk. Dus het wordt wel vasthouden, maar ja, er is geen lak aan en hoor hier. Michel Vorm. De rust. En ik kan wel zeggen, van, dit is een goede uitstappingspositie voor de eerste wedstrijd. Nederland gaat nu boven overgooien, want het zee is kort en makkelijk op. We gaan de tweede helft beginnen. Geen wijzigingen, alleen Van Gaal. Dat Ronald Waterhuis al in de studio ook al zei van Nederland moet weer penetreren, dan worden de scoren scherp, want de Engels zit het gewoon niet meer. Die off-day van Engeland, die heb ik tegen Nederland tegen Guatemala, Ecuador. Sturridge. Nee, ze zit wel kwijt. Maar terug. Wel kwijt. Sturridge. En lopen, kwijt, maar nu weer niet alleen Vorm. Michel Vorm is toen de man in de wedstrijd. Ik denk dat u wel vaak zien dat de keepers wel veel uitblinken. En Corrie gisteren ook. Dat heeft een leuke wedstrijd meer. Met weer van een pro-klassement. Weer de fout bij Engeland, Nederland? Nee. Even bij. Chart gaat er toch uit. Jack Wilshere komt erin. Ross Barkley is er ook al aan het warm lopen, maar wordt er toch niet ingebracht. En Carroll, het paard, komt erin. Bij Nederland zien we het er over Van der Vaart warm lopen. En dat zal staart worden, want die heeft al ook een wedstrijd spelen. Jan Maat is gezien, Welbeck. Moet het toch wel een piraat zijn? Die moet het toch wel een man. Dan is er allemaal nog Michel Vorm. Uitstekend doel gemeend. Dat is gekomen. Ik heb het goed, Thomas van gezien. Even de herhaling kijken. Dat is het. En Nederland komt er weer af. De maat. Nu op Sneijder. Sneijder met overzicht. Van der Vaart. Ontwijk tackle. Tweede paal. Robben. Thank you.
Johnson weer met een vorm en nu is het wel raak. Nee, nu is het niet raak. Glenn Johnson. Hij schuift daar nog gewoon langs, want vorm zit daar met zijn heup waarschijnlijk aan, maar er wordt geen corner gegeven. Zo vorm duidelijk de man uit de match. Helder voor de camera staat. Wesley komt zo op mijn schoot zitten. En dan vieze taferelen weer hier zo. Met Jack van Gelder die op zijn schoot daar Wesley Sneijder zit. Baby Sneijder. Engeland stelt teleur en Nederland wint.